Someone help me. Before it's too late. Enzo, what was the weather forecast for today? What's the matter? Your glass is dirty? Not a cloud in the sky. Perfect day for a ball game. You know what that means, right? It means you found a way to drag me all over the city and turn my opening day ticket into toilet paper! Don't act like you don't hear me talking, huh? Huh? You know how much shit I had to go through for this thing? Oh! Ah! Oh, shit! Jesus! How about a heads up for... Ah! You have my deepest sympathies. But don't forget, it was you who agreed to do anything I asked in exchange for that job. Just because I said anything now, doesn't mean... let's be off. Now where do you want to go? I've been driving around this city since the crack of dawn. And now this damn thing's throwing a temper tantrum. The hell are you doing? I just got this baby yesterday. Less hot air, more gas. Storm's coming. Lousy bumps. Everybody's getting screwed today. Me playing chauffeur, because you gotta meet someone. So where are they? First the park, then the grocery store, and now you're saying you want to try the pier. Hey, you even know where this mystery guest of yours is? What the... Holy shit! You got the date wrong. No, it's today. And it's here. What? Enzo? What the you hell? Wait right here. Whoa. Got it? Right here. Don't move one inch. Jeez. All right. Hey. How long do you expect me to sit here for, huh? And what am I supposed to do? I know it's the same shit with her every time, but she still gets me by the short and curlies. Huh? Rain?
Where'd all these clouds come from? The hell is that? Not again! Life from on high just means more holy bullshit! What the... a girl? Who the... Where the hell did she come from? You know, this kid looks kind of familiar. Whoa! Hey! Please, take me to her. Do I look like a damn taxi driver? You mean... Bayo! Whoa! Oh yeah, this? Oh, this? This is just what I needed. You got the wrong idea. She just fell out of the damn sky. I got nothing to do with this, kid. I swear, I just... Huh? Okay. Oh. Now what? Great. Don't tell me one of her pets got loose again. Come on! See, this is why I can't have nice... Animals! The hell's wrong with you? I can't even turn the wipers on, for God's sakes! I'm being fucking leave them out! Come on, baby! Just fucking get back over the bridge! Get lost, Enzo. Can't have you dying before I get my dough.
An ill-behaved tourist can be quite a pain. Welkom iedereen bij even een quick shot van Bayonetta 3. Als je afvraagt, hé, wacht even, ik heb trailers gezien, dit klopt niet. Dit is New Game Plus. Dan kan je afvragen van, wacht even, de game is nog een paar dagen oud. Merendeel van Bayonetta games zijn nooit super lang. Dus ja, als je afvraagt, hé, dit wapen heb je nog niet gezien. Nou, dat is daar dus je reden. Ik dacht, ik kan wel een hele let's play hiervan gaan opnemen. Maar weet je wat, ik kan ook gewoon even de eerste chapter even opnemen. Kijken wat mensen ervan vinden. En op basis daarvan beslissen van, is het waard om een let's play ervan van te maken, ja of nee. Dus ja, dus zo. En ja, je kan al vragen van, wacht even, heb je de game zo lang, zo snel uitgespeeld? Als je niet 100%, dus ook niet voor de platinum ticket gaat en alles pure platinum in de, nee, in de chapters, valt op zich nog wel mee. En normaliter zou ik de Nintendo kostuums pakken voor een part zoals dit, maar deze game heeft geen Nintendo kostuums. Een van de rare dingen van deze game. Maar het is en blijft over de top en dat is en blijft heerlijk. En als je afvraagt waarom gebruik ik niet All World, de guns van deze game. Ik weet niet, om een van de reden, ik ben al heel snel van die wapens afgestapt toen ik nieuwe had. En dat is het eerlijk gezegd voor de rest. Niks speciaals. Ik heb letterlijk deze hele game, omdat ik ook Bayonetta 1 en 2 op de Switch heb. Heb je toegang tot Scarborough Fair en Love is Blue. En ik weet niet, ik vond Love is Blue zoveel leuker om mee te spelen. Dus ja. Dus op die manier, voor de rest, nou, niks speciaals. Ik dacht van, laat ik nog een paar wapens unlocken, want sommige wapens moet je speciale dingen voor doen. En dat, ik zat zo van, weet je wat, ik wil die wapens tenminste nog hebben voordat ik dit opneem. Dus ja, dan duurde het even wat langer daardoor, maar ja. En ik ben over het algemeen wel blij met op zich de wapens in deze game, maar ik mis één wapen die wel in Bayonetta 2 zat en niet in deze. En dan bedoel ik niet qua wapen zelf, maar meer qua stijlwapen, die mis ik in deze. Dus ja, voor de rest, de controls zijn exact hetzelfde. Je hebt je guns, alleen dit keer heb je geen wapens op je voet, armen en benen. Nu is al, als je iets op je arm hebt, wordt het ook hetzelfde wapen op je been. En ik ben er nog steeds niet uit wat ik daarvan moet vinden. Ik vind me een beetje raar waarom ze zoiets hebben aangepast, maar ja, dat ben ik. Dus dat. Nee, je merkt ook wel, het zijn geen angels of demons. Dit zijn homunculi. Ik ga niks hebben over de story, alleen even kort uitleggen van wat we hier zagen en dat is het. Eerlijk gezegd zal het voor mij, qua story maakt het me niet zo heel veel uit
wat ik zou moeten uitleggen. Oh ja. Maar dit is en blijft nog steeds hetzelfde als chapter 1 van Bayonetta 2. Je raakt vaak gedesoriënteerd van wat je moet doen. Platinum, Platinum Gold. Deze is wel moeilijker dan Bayonetta 2, dat geef ik heel eerlijk toe. De game is niet zo makkelijk als Bayonetta 2. Maar is ook niet zo bullshit als Bayonetta 1. Dat scheelt ook wel een heleboel, want Bayonetta 1 had echt bullshit momenten. Cumulonimbus. Je zou denken van oké, het zijn allemaal Stratos, Nimbus, allemaal wolken. Nee. Sommige dingen zijn compleet anders. Maar ik vind het op zich wel geinig dat sommige wolken gebaseerd zijn. Maakt sommige dingen soms wel interessant. Als je afvraagt, ik heb nu al de Serene's Light, dus daarom triggert hij soms Witch's Light. Oh, Witch Time bedoel ik. Zo. Hoppakee. Hallo Gamora. Mooi dat jij daadwerkelijk nu weer naar ons luistert sinds ons akkefietje in Bayonetta 2. Ja, geen angel, geen interesse. Zo simpel is het. Dat ding ain't from Paradiso. No sanctified seasoning means no deal. Wat gigantisch onzin is, maar ja. Heel New York staat onder, ja. In vergelijking met Bayonetta 1 en 2 is deze erger, ja. Ja, dat vind ik morgen niet echt leuk. Ja, dit is een nieuwe gimmick. Ja, dit is eentje die in de gameplay al gehighlight werd. We kunnen onze demons nu controleren. Voorheen was het alleen maar Wicked Weaves en Umbreon Climaxen. Nu kun je daadwerkelijk de fights gebruiken waarin je gebruik maakt van bijvoorbeeld Gamora. Dus ZL summiten en ZR haal je hem al snel weer terug. Het is op zich een geinig iets, alleen nadeel wel is, jij staat eigenlijk stil. Maar er is een wapen die ervoor zorgt dat jij gewoon kan blijven controleren. Dus ik kan gewoon mijn dingen blijven doen terwijl Gamora ook bezig is.
Nadeel wel is, er is een kans dat ze enraged worden. Dus een beetje hetzelfde idee wat je had in Bayonetta 2. Waarin je uiteindelijk moet vechten tegen je eigen demon. Zo. Dus ja. Het zijn leuke dingen hoor, die demons. Want er zijn veel meer demons in deze game dan in de vorige. En ik denk als dit een serie wordt, dat ik ook meer focus op de wapens zelf. En dat ik misschien in voorbereiding van zo'n serie ook Rodan ga ontlokken. Want dat duurt wel even. Zilver, platinum, gold. Goed genoeg. Maar ja, we zijn nog niet klaar. Deze game houdt van zijn lange chapters. En ik weet het, chapter 1 is over het algemeen lang, omdat je heel veel cutscenes tussendoor hebt. Als je de hoeveelheid chapters had verdubbeld, had je het heel makkelijk kunnen doen door gewoon de huidige chapters te verdelen door 2. Echt, sommige stukken in deze game zijn lang. Nou ja, dit heeft niet eens meer te maken met het simpele feit van, oh, wacht even. Wij hebben een probleem en dit moet opgelost worden. Nee, dit is letterlijk gewoon de hele planeet staat in de fik. Nou ja, je hoort de motor en dan weet je heel vaak wel, het is Sean. Met de minste outfit van de hele franchise. Ik vind het een beetje te in vergelijking met 1 en 2. Twee vond ik hem op zich heel erg sterk. Eén vond ik ook niet echt super, maar deze vind ik een beetje te met dat bond. En alle andere attributen ernaast. Jean, we'll catch up later. Nou, je denkt van, oh, is de chapter voorbij? Dit is voor de volgende? Nee, dit is nog steeds in de huidige chapter. Zeg hallo tegen kraken. Enige kloot is omdat deze chapter een beetje fixed is. Want je moet altijd Gamora gebruiken. Ben ik mijn andere demon even kwijt. En ik wil niet in mijn menu dingen bijpakken. Want ik wil niet dingen spoilen. Wapens op zichzelf zeggen nog niks. Maar ik wil het eerlijk gezegd beperken met welke wapens ik gebruik. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Want ik dacht dat dit oorspronkelijk Hydra was. De Hydra van Bayonetta 2. Nee, het is gewoon een compleet nieuwe demon.
Dit is echt weer zo'n herhaling van Bayonetta 2. Zo van, wij worden weggeduwd en iemand anders gaat bijna dood. Hallo, kraken. The Depot of the Sullen Maw. Of the Despot. Volgens mij spreek je de S niet uit. Het is gewoon Depot. En niet Despo. Nou. Jean weer bijna dood. Echt, het is bijna Bayonetta 2 dit. Alleen ik mis mijn Raksha. Zo. Ik pak maar even het andere wapen, want dat heb ik iets meer range mee. En ja. Ik blijf een spin attack leuk vinden, dus ja. Want kijk, ik kan wel wisselen naar de... naar het anker, maar... Het probleem met het anker is... Ik kom waarschijnlijk net niet in de buurt. Ik kan wel schieten, maar dit doet gewoon te weinig damage. Dat is een beetje het nadeel. Kom op. Ja, het enige nadeel is, je komt ook niet meer bij hem in de buurt. En dat maakt het ook een beetje zo moeilijk. Want ze verwachten ook gewoon dat je hier Gamora gebruikt. Maar fuck Gamora. Oh, nu moet ik even snel terughalen, want als... Het valt me wel op dat Auraine heel snel in enrage vorm kan gaan. En die heeft me op een paar keer met Witch Trials gefukt. En dat maakt sommige challenge runs niet makkelijker op. Zo. Zo. Kom op, Auraine. Kom op. Laatste hits nog. Ja. Die is nu klaar. Mooi. Waar wij die raket vandaan toveren, geen idee. Krijgen wij een rocket launcher in de game? Nee. Nog één of zijn we klaar? Nou ja, klaar genoeg. Ja, je zou denken dat wij nog een onderwater demon hebben. Nee, maar we lossen letterlijk alles op met Madame Butterfly. Madame Ma. The Mistress of Atrocity. Zo.
Het is alleen niet in deze game dat specifieke summons specifieke quicktime events hebben. Nee. Dat maakt sommige stukken wel wat moeilijker. Want je denkt, oh, het is Madame Butterfly, het is ei. Nee, het is gewoon andere. Platinum, silver, gold. Goed genoeg. Playing the Good Samaritan, Rodan. How dreadfully noble. We gotta talk. Preferably, someplace a little quieter.